Zo, er wordt ontzettend hard gewerkt aan glasvezel in het buitengebied. En vandaag gaan we op pad om deze mensen die hier zo hard voor werken, dus op wat lekkers te trakteren. Hallo, wethouder Rinkes. Wat leuk dat u langskomt. We zijn mooi bezig hier in Katwijk. Jubbega zijn we al zo goed als klaar. Hoornse Zwaag ook. Nieuwe Hoornen zijn we ook al voor 90% klaar. En nu zijn de mensen, de bewoners hier in Katwijk, verheugen zich op de aansluiting wat we aan het aanleggen zijn. Het loopt voorvarend. Laat even naar de mannen kijken als u wilt. U heeft een veiligheidssessie nodig natuurlijk voor uw veiligheid. Alsjeblieft. Wat zijn jullie hier ontzettend hard aan het werk? En wat hebben jullie een voortgang gemaakt? Wat gaat het snel? En dan bij dit prachtige weer. Het is wel een beetje warm, denk ik, om aan het werk te zijn. Maar ik wil jullie een heel groot compliment maken voor het hele harde werk, voor het goede werk. En dat alle mensen straks van glasvezel gebruik kunnen maken. En ja, om dat te vieren heb ik taart meegenomen. Dus ik wil jullie heel graag gaan trakteren op taart zometeen bij de koffie. Daar kijk ik naar uit. Boerhaan glasvezel was al ontzettend belangrijk voor onze inwoners. Maar nu door corona, het thuiswerken, de ervaring die we hebben opgedaan met het thuisonderwijs krijgen voor onze kinderen in onze gemeente, is het glasvezel eigenlijk nog veel belangrijker geworden. Dat klopt helemaal, wethouder. U heeft daar echt een hele belangrijk punt gemaakt. We zijn nu dan ook bezig met aanleg tot in de meetkast of in de woonkamer. U kunt ervoor kiezen om het toch aan te laten leggen. U hoeft het niet verplicht af te nemen. Dat kan altijd op een later moment. Dus ons advies, zorg dat u erbij bent en u gewoon op tijd aanmeldt, zodat wij uw glasvezelaansluiting kunnen voorbereiden. Kijk voor meer informatie op onze website.